Wat houdt verduurzaming precies voor jou en jouw woning in? De flatgebouwen Handmolen, Paltrok, Schipmolen, Watermolen en Rosmolen staan op de planning om verduurzaamd te worden. Zodra jouw flat aan de beurt is, krijg je vooraf een dagkalender. Zo weet je per dag wat er gaat gebeuren. Een verbouwing is niet niks en veroorzaakt overlast. Daarom willen we je zo goed mogelijk informeren over het proces. De verduurzaming zal als volgt gaan. We starten bij de bergingen. Je hebt 6 weken om jouw berging leeg te ruimen. Daarna duren de werkzaamheden van de bergingen 8 weken, waarna we verder gaan met de woningen. 15 werkdagen zijn er bouwvakkers in en om jouw woning. Na 6 maanden is het hele flatgebouw, inclusief bergingen en entrees, klaar. Ook de entree wordt flink verbeterd en veilig gemaakt. Er komt een glazen of open pui met een schuifdeur en er komen nieuwe postbussen. Ook de entree en gangen naar de bergingen gaan we verbeteren en veiliger maken. De entree en de toegang naar de bergingen worden geschilderd. De bergingstoegang krijgt glazen deuren. Daarnaast komt er betere verlichting voor de veiligheid en gaan we de riolering herstellen. In de modelwoning kan je zien wat er in jouw eigen woning gaat veranderen. We gaan 5 onderdelen van jouw woning verbeteren. Isoleren, ventileren, aardgasvrij, veiligheid en onderhoud. Dit begint al hier, buiten, bij de vernieuwde voordeur met een veilige sluiting. Hier komt de buitenlucht je woning binnen via de warmte-terugwininstallatie. Deze zorgt ervoor dat er schone en lucht die al verwarmd is in je woning komt. Om te zorgen dat je zelf de filters kunt vervangen, is hier een klep geplaatst die je open en dicht kunt doen. In de keuken vind je de knop om de warmte-terugwininstallatie mee te bedienen. Stand 1 is standaard. Stand 2 kun je gebruiken bij visite en stand 3 tijdens het koken of douchen. Door het hele huis zullen deze nieuwe ventielen geplaatst worden. Die zorgen ervoor dat de gebruikte lucht wordt afgevoerd en de schone lucht wordt aangevoerd. Voor de af- en aanvoer van de lucht in alle ruimtes komen buizen. Deze timmeren we netjes af met een koof, zodat je niet tegen een buis aankijkt. In de badkamer en de wc worden de plafonds verlaagd en ook hier komt een ventiel. Dit ventiel zorgt ervoor dat oude lucht wordt afgezogen en frisse lucht de ruimte binnenstroomt. Hiermee voorkom je schimmel in de badkamer. Alle ruimtes worden beter geïsoleerd. Zo wordt al het glas vervangen door HR++ glas. Onder de buitenramen van de woonkamer, keuken en slaapkamers worden aan de buitenkant isolatiepanelen aangebracht. Daarnaast wordt de balkondeur vervangen. In alle kamers krijg je ook nieuwe draairamen. Die draairamen worden wit geschilderd aan de binnenzijde in jouw woning. Deze ramen hebben dezelfde afmetingen als de huidige ramen. Dus je raambekleding kan teruggeplaatst worden. Ook hier komt naast het raam een isolatiepaneel. Het vernieuwde isolatiepaneel zie je hier aan de balkonzijde. Daarnaast zal het balkon schoongespoten worden. Beschadigingen aan het beton repareren we. En langs de pui komt een waterdichte kitrand. Daarnaast komt er een stadsverwarming-unit voor je verwarming en warm water. Die unit komt in plaats van je cv-ketel. De aardgasaansluiting wordt uit de woning verwijderd. Dat betekent dat je ook elektrisch gaat koken. Om het mogelijk te maken om elektrisch te koken, krijg je een extra elektragroep in je meterkast. Onder de stadsverwarming-unit is er ruimte om hier bijvoorbeeld een wasmachine te plaatsen. Daarnaast komt op de lange keukenwand een extra stopcontact, waardoor je ook hier apparatuur kunt plaatsen. Zoals al eerder benoemd, gaan we over op elektrisch koken. Daarvoor kun je uit 2 opties kiezen. Optie A, je bestelt een kookplaat of fornuis met een pannenset bij de Alliantie. Het toestel wordt dan voor je geplaatst en aangesloten. Of optie B, je krijgt 1000 euro en dan kun je zelf apparatuur en een pannenset uitkiezen en je zorgt zelf voor de plaatsing en aansluiting. Deze werkzaamheden zullen ervoor zorgen dat je uiteindelijk comfortabeler, zuiniger en duurzamer woont. En je betaalt hiervoor geen huurverhoging. De werkzaamheden zijn niet niks en dat begrijpen we. Daarom bieden we een aantal tegemoetkomingen om je zoveel mogelijk door deze periode heen te helpen. De werkzaamheden zullen plaatsvinden terwijl je thuis woont. Maar mocht je toch te veel last hebben van de werkzaamheden, dan bieden we de volgende opties. Je gaat naar een logeerwoning. Je gaat overdag naar een rustwoning. Je gaat overdag naar een werkwoning. Je gaat naar een hotel. Je ontvangt een vergoeding om zelf een plek buiten huis te vinden.
Daarnaast ontvang je voor het ongemak een aantal vergoedingen. Ongemak en herinrichtingskosten. Aanvullend krijg je hier nog een vergoeding bij als de werkzaamheden in jouw woning langer dan 14 kalenderdagen duren. Vergoeding extra energieverbruik. Maaltijdvergoeding als je niet kan koken terwijl je thuis blijft tijdens de werkzaamheden. Afkoop vastrecht stadswarmte. De precieze bedragen voor de vergoedingen vind je in de brochure of op de website. Samen maken we jouw woning klaar voor de toekomst. Kijk op de-alliantie.nl/molenwijk voor meer informatie.